bezoek gehad en de foto's gezien van het grasveld dat onder water staat en wat totaal niet bespeelbaar is. En de noodzaak die is ons duidelijk om daar kunstgras aan te leggen. Dus vorig jaar zagen we die ruimte, de financiële ruimte daar niet voor. Dit jaar is die er wel. En dus zullen wij het amendement van het CDA mee indienen. Het is wel een unicum natuurlijk, want er liggen twee amendementen. Het maakt ons eerlijk gezegd niet uit welke er doorgaat en hoe of wat als ze aan het eind van deze avond maar het kunstgrasveld gerealiseerd hebben. Althans de financiën daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Het wordt, ja, we zijn een partij van de arbeid, maar dat redden wij zelfs niet om dat op één avond te doen. Kom ik op mijn tweede punt, namelijk arbeid, werk. En dat is voor de Partij van de Arbeid uiteraard een belangrijk punt. Het is veel meer dan je boterham verdienen. Het zorgt ervoor dat je jezelf nuttig voelt en dat je zelfvertrouwen krijgt. En dat je sociale contacten hebt op het werk. Dat geldt ook voor de zogenaamde groep 4, de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben op dit moment de mogelijkheid om via dynamiek te leren wat hun competenties en vaardigheden zijn. En dynamiek biedt hen perspectief op een werkende toekomst en verkleint de afstand tot die arbeidsmarkt. Bovendien zet dynamiek zich in voor ouderen en mensen met een beperking om ervoor te zorgen dat ze langer prettig zelfstandig kunnen blijven wonen. En het mes snijdt dus aan twee kanten wat dat betreft. Wij weten dat er een brede welzijnsdiscussie komt, waar dynamiek onderdeel van is en dat er nog van alles kan veranderen. Maar wij vinden het wel verstandig om nu alvast geld te reserveren voor dynamiek of voor de functie van dynamiek in de toekomst. Het is naïef om te denken dat het ons helemaal geen geld meer gaat kosten vanaf 2017. Wij kunnen beter nu dat geld beschikbaar stellen en er later achter komen dat het niet nodig is dan in 2017 erachter komen dat het wel nodig was geweest en dat we het niet hebben. Vandaar dat wij het amendement indienen. De financiële ruimte is er vanwege extra middelen die we krijgen voor de decentralisaties, waaronder de participatiewet. Dan kom ik nog op de basismobiliteit. We gaan over naar een heel nieuw systeem vanaf volgend jaar. Regiotaxi, WMO-vervoer, dat komt van de provincie naar de gemeente toe en naar de regio toe. Het moet allemaal efficiënter en effectiever. En dus loop je het risico dat het ook wat soberder moet. En het is heel verstandig om nu wat geld te reserveren om wat te kunnen experimenteren met dat vervoer, met dat openbare vervoer. Het college geeft aan dat dat een idee is en wij zouden dat graag willen ondersteunen. Om bijvoorbeeld te kijken naar vrijwilligersvervoer of dergelijke. Sociaal Tiel had daar nog in de e-mail een opmerking naar ons toe. Zorg er nou voor dat je het afstemt met de doelgroepen, met de mensen die gebruik maken van die regiotaxi en het WMO-vervoer. Beslissen met in plaats van beslissen over. En wij zouden dat ook graag van harte aan het college willen meegeven. Tot slot het investeren in de binnenstad. Daar komen twee amendementen voor die wij van harte ondersteunen. Dat is als eerste het amendement van de VVD over de Waalkade. Wij hebben nu de mogelijkheid om van die Waalkade iets heel moois te maken. Ook van een dood een deugd te maken. Omdat de kadermuur vervangen moet worden. En wij willen dat aangrijpen om de eerste stappen te maken om van de stilstaande auto's op de Waalkade af te komen en daar een mooi plaatje van te maken. En als laatste voor investeren in de binnenstad Subtiel, de projecten van de binnenstad Hart van Tiel en de diverse ondernemers hebben allerlei mooie plannen. En wij vinden dat we daar als gemeente ook een financiële bijdrage aan moeten leveren. Dus wij dienen het amendement van het CDA daar van harte mee in. Dank u wel. Voorzitter van de fractie van het CDA, heer Van Overstrom.